Matthijs. Ja. Matthijs de Ligt, ja, jou moet ik hebben. Ja, daar zit hij. Hé, Matthijs, moet je horen. Met Frenkie de Jong is het me nog gelukt. Dat is allemaal nog goed gekomen. Weet je nog? Want toen dreigde hij even naar Parijs, Saint-Germain. En toen zei ik, niet doen. Niet naar Parijs gaan, niet doen. Maak die fout niet, het zou een blunder zijn. Eerste klas. En gelukkig heeft Frenkie geluisterd en is hij niet gegaan. Barcelona geworden, oké. Dus dat heeft gewerkt. Soms helpt het. En in dit geval, Matthijs, wat lees ik nou? Juventus is bezig om een groot bod uit te brengen. Hé, niet doen. Luister. Jij gaat even heel snel dit Italiaans leren. Goed onthouden. Dus ze komen en dan zeg jij, grazie mille, heel erg bedankt, ma non va avanti, zeg jij dan, maar het gaat niet door. Dat zijn de enige zinnetjes in het Italiaans die jij nu goed moet onthouden. Grazie mille, ma non va avanti. Hey, Matthijs, en jij gaat gewoon, zoals Jaap Stam heeft gezegd, naar Engeland toe. Daar lopen de grote aanvallers. Daar word je een internationale sterke verdediger. Dan moet je in Engeland zijn. Dus vergeet Juventus. Hey, grazie mille, ma non va avanti. Goed onthouden. En Matthijs, wees niet eigenwijs.